Eindelijk is het zover. Mijn Amerika shoplog. Ik zou dat gewoon in mijn vlog doen. Maar ik dacht, zoveel leuke spullen. Dat moet ik wel gewoon even in een aparte video doen. Ik heb echt een eeuwigheid geen aparte video opgenomen. Ik ga gewoon deze hele megadoos door. Het is echt extreem veel. En nu ga ik hem gewoon echt unboxen. Ik heb er zoveel zin in. Doe even je duimpje omhoog als je het leuk vindt. En aan het einde ga ik ook wat aan jullie weggeven. Dus let goed op als je daar aan mee wil doen. Voordat we gaan beginnen met deze unboxing, wil ik jullie even vertellen dat ik al deze spullen heb gekregen van Shipito. En dat is dus een website, een service, die ervoor zorgen dat je een eigen shipping address krijgt in Amerika. Waar je dus alles wat je maar wil bestellen in Amerika naartoe kunt laten sturen. En vanaf dat shipping address sturen zij het weer door naar jou. En tuurlijk, er zijn kosten aan verbonden. Ik ga jullie straks van alles laten zien toen ik dit allemaal heb besteld, hoe dat in zijn werk gaat. Dus het is ook een beetje een informatieve video. Het is niet gesponsord. Ik heb het wel allemaal gekregen, maar ja, ik wil jullie wel even goed duidelijk vertellen hoe dit werkt. Want het is niet van, oké, je hebt een adres en je shipt alles er naartoe en that's it. Nee, je moet wel even goed weten. Er zitten kosten aan verbonden. Wat ik hier allemaal heb is extreem veel. Er zitten heel veel kosten aan verbonden om dit naar je toe te laten sturen. Dat heb ik allemaal gratis gekregen. Maar kijk gewoon even goed naar wat ik allemaal uitleg en doe ook je eigen research. Maar ja, het is wel dé manier om dus dingen vanuit Amerika naar jou toe te kunnen laten sturen. Oké, dan ga ik jullie nu eventjes alles laten zien wat ik heb gefilmd qua informatieve stukje. En mocht je niet geïnteresseerd zijn daarin en puur naar de shoplog willen, moet je gewoon even spoelen totdat je mij weer zo in beeld ziet en dan begint de shoplog. Veel plezier met kijken. Packaging warehouse. Er zijn dus 10 pakketjes op de plek waar het naartoe verzonden is. En vanaf daar wordt het naar mij gestuurd. Provide custom declaration. Oké, hier moet ik invullen bij allemaal dat het personal merchandise is. Oké, nou, dit heb ik allemaal niet besteld. Wat nu dus belangrijk is dat ik eventjes ga bekijken wat ik heb besteld en hoeveel het kost. En ik heb ook gewoon heel veel losse pakketjes besteld. Dus dat is dan misschien ook iets minder handig. Deodorant. $5 per pakje. 4 keer. En dan moet ik dit nog eventjes afvinken. En dan is dat klaar. En de volgende. Zo, deze ook weer klaar. Oh my god, ik kan niet wachten tot dit bij mij is. Geweldig. Dit zijn die grote. Oh. Yes. Action required. 0. Oh yeah. Ready to ship. 10. En wat nu dus zo leuk is dat ik dus bij verschillende webshops heb besteld. Maar dat je hier dus consolidation kan kiezen. En dat zorgt er dus voor dat alles wordt samengevoegd in één pakketje. En dan bespaar je dus, ik krijg het gratis, maar als je dit zelf wil doen, bespaar je dus enorm op de verzendkosten. Omdat alles bij elkaar wordt verstuurd. Oké, nu kun je dus kiezen. Wil je dat alle originele dozen worden meegestuurd? Lijkt me een beetje onzin. Zodat in een megadoos wordt gestuurd, duurste optie. Wil je dat ze de dozen wegdoen, maar zeg maar de verpakking eromheen wel houden? Of wil je dat ze alle verpakkingen weggooien? Nou, als je geen unboxing voor YouTube maakt, kun je makkelijk hiervoor kiezen. Maar ik maak natuurlijk een unboxing. Dus dan is het wel gewoon het leukste om de verpakkingen eromheen te zien. Dus dan ga ik voor deze optie. Oké, dan klik ik hier dus nu op Select All Packages. Want ik wil dat bij elk pakketje. En dan Keep Retail Packaging. Nou, dan kan je je verzendmanier kiezen. Bij mij is de verzending wel echt heel duur omdat ik allemaal kaarsen heb besteld. Dus daar hou daar echt rekening mee. Check het van tevoren alsjeblieft allemaal voordat je dingen gaat bestellen. Want bij mij is de verzendkost echt heel erg prijzig. En hier kan je nog kiezen of je extra opties wil. Dan moet je alleen nu alvast een bepaald bedrag betalen. Maar dat hebben ze bij mij ook al toegevoegd aan mijn account. Dus ik heb het luxe influencer leven. Thank you for your payment. Oh my god, het is klaar. Geweldig. Ik ben zo benieuwd. En dan is het nu afwachten tot alles binnenkomt. Ik kan echt niet wachten. Laten we maar beginnen. Het is heel veel, dus ik hoop dat ik er niet te lang over ga doen. Ik ga proberen gewoon niet veel te kletsen per ding. Oké. Allereerst heb ik deze Oreo cereals. Ik weet niet of ze zeg maar echt gewoon naar Oreo's smaken. Er zitten wel van die witte stukjes tussen. Dus ik hoop dat dat niet marshmallows zijn, maar echt white stuff, zeg maar, van de Oreo. Geen idee, maar ik vond dit wel heel leuk om te bestellen. En ik heb ook iets zo typisch Amerikaans. No bake cookie dough bites. Je hoeft alleen maar boter aan toe te voegen. En ik vond het super leuk uitzien en leuk om een keer te maken. Dat was all food. Dan gaan we nu door naar de rest. Even kijken. Als eerst, bij de Victoria's Secret heb ik een badmat besteld. En ik ben heel benieuwd, want het ligt hier nu al 3 weken of zo. Oh, het ruikt helemaal lekker naar die kaarsen. Super leuk. Dit is hem. Ik heb trouwens voor $600 aan spullen gekregen. En alle kaarsen waren ook nog eens een soort van tweede gratis en zo. En het ondergoed was ook allemaal in sale. Dus
Volgens mij ligt hier serieus voor 1000 euro aan shoppingwaarde. Het is echt bizar. Het is echt gestoord. Ik had het in mijn vlog al gezegd. Het is niet normaal. Het is bijna gewoon onwerkelijk. Maar goed, deze badmat vind ik echt geweldig. Mocht iemand een tip hebben hoe je ervoor zorgt dat je badmat niet zo smerig wordt. En dat je hem niet na een jaar hoeft weg te gooien. Let me know. Want deze is echt fantastisch. Hij is zo zacht en fluffy en mooi. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan gaan we even door met Victoria's Secret. Ik heb hier een set van allemaal onderbroekjes. Ik ga niet alle prijzen noemen, want daar heb je in principe toch niks aan. Want de prijzen zijn ook altijd weer een beetje anders. En ik heb aanbiedingen gedaan en blablabla. Bla bla. Dit vind ik trouwens niet per se een mooie kleur. Maar ik wilde een beetje van die basic, van pink, van die onderbroekjes. Wat ik soms lekker vind om in te slapen. En deze zijn dan... Die is grijs van achter. Ik heb een blauwe, een roze. Deze grijs vind ik leuk. En een zwarte. Het leek me gewoon super comfy. Ik heb alles in maat M. En van pink. Ik ben gewoon mega fan van Victoria's Secret ondergoed. Alles wat ik ooit heb gekocht heb ik nog steeds. Ik vind het helemaal geweldig. Dus hier ben ik super blij mee. Dan hebben we nog veel meer Victoria's Secret ondergoed. Hier heb ik een... Oh, deze is echt heel erg leuk. Dit is niet van pink. Dit is de Hip Hugger. Slash hipster. Vooral volgens mij alleen maar om in te slapen. Dat vind ik heel erg relaxed. En dan hier zo leuk geplooid. Deze vond ik ook super schattig. Ook van pink. Heel erg cute. Ik vond het zo schattig. Deze. Dit is een cheeky van gewoon normale merk. Deze vind ik helemaal geweldig. Oh my god. Zo cute. Dit is een high leg brief. Ook van normale Victoria's Secret. En wow, die heeft echt mega bilvlak. Misschien lijkt het maar zo. Maar dit is een high waist ook natuurlijk. En dat, ik weet niet, het ziet er best wel groot uit eigenlijk voor een M. Maar dit lijkt me super comfy. En deze is ook heel leuk. Oh my god, dit is de allerleukste denk ik. A brief. High waist brief. Deze is geweldig. Van normale Victoria's Secret lijn. Oh my god, zo leuk. Echt heel leuk. Waarschijnlijk ga je in deze video alleen maar horen. Oh my god, zo leuk, cute. Oh my god, zo schattig. Dit is een hip hugger. Oh, ik wou weer zeggen, oh my god, geweldig. En wat moet je hier anders over zeggen? Zo leuk, seamless. Oh, ik ga zo lekker slapen vanaf nu. Oh ja, dit heet de foil. Deze is glimmend. Deze is van pink. Pink valt volgens mij gewoon iets kleiner of zo. Deze. Heel mooi. Deze vind ik heel geweldig. Dit stofje is niet normaal. Wat is dit? Dit is echt het zachtste stofje op aarde. Geweldig. Deze is gewoon van de normale, maar ik zie niet hoe die heet. Maar hij is zo zacht en mooi. En dan is dit de achterkant. Dit is denk ik de allerlekkerste tot nu toe qua comfort. Hey, is dit een sexy dingetje? Ik weet echt niet meer wat ik heb uitgekozen. Ik heb er zo lang over gedaan om toen mijn keuze te maken. Ik weet ook niet hoe dit heet. Maar... Zie je, dit valt veel groter ineens. Wow, echt heel groot voor een M. Ook om in te slapen. Mooi kan. Lijkt ook weer huge. Maar ja, M. Dus omdat het weer een high waist is, denk ik. Lijkt wel oma onderbroek. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het super comfy is om in te slapen. I don't know. En dan nog eentje. En dan nog zo'n setje. Dit is weer een leuke lace. Lace. L-A-C-E. Heel nice. Heel leuk. En dit is weer zo'n set. Is dat dezelfde als die andere of zijn ze anders? Oh, hele leuke kleurtjes zijn dit. Ja, volgens mij is dat een beetje... Ja. Ik had het model al eerder met die roze, geloof ik. Superleuk, met hele leuke kleurtjes, vind ik. Heel chill. Ik hoop dat deze gewoon echt heerlijk zit. Ik ga het straks allemaal op mijn gemak lekker passen. Dan gaan we door met iets wat niet heel boeiend is om te laten zien. Maar dat zijn mijn lievelingsdeodorants. Ik was dus, nou ja, precies een jaar geleden ongeveer. Een jaar geleden, binnen een paar dagen, was ik in New York. En ik doe nog steeds met de deo's die ik daar heb gekocht. Ik doe er zo lang mee. Ik vind het de allerbeste deo ooit. Je hebt die Lady Speed Stick. Maar deze Secret is geweldig. Ik heb hier de Powder Fresh. Die vind ik zelf echt top. Het is een duo pak. En dan is het helemaal niet heel duur. Ik ruik sowieso ook niet echt een okselzweetprobleem. Maar als ik een spray deo gebruik. Heb ik er ook last van dat ik naar zweet ruik. En dan helemaal met polyester of zo. En met dit. Alleen als ik echt zo'n vies polyester dingetje draag. Heb ik er wel eens last van. Maar verder nooit. Beste deo ever. Niet normaal zo geweldig. Die heb ik 2 keer. En dan heb ik nog een Clean Lavender. Die ken ik niet. En een Spring Breeze. Weer een Spring Breeze. En Clean Lavender. Dus van elke had ik er 2 gedaan. Heel leuk.
Straks ga ik ook wel eventjes één deodorant weggeven. Want dat vind ik wel heel leuk om één van jullie er blij mee te maken. Maar dat komt aan het einde. Ik heb... Eentje is al open, maar ik heb 3 EOS. Ik heb de Honey Apple. Dat is deze. Die ruikt heel erg een beetje naar karamelachtig of zo. Dan heb ik de Toasted Marshmallow. Deze ga ik nog even niet openmaken, want misschien wil ik ze wel cadeau doen. En de Dulce de Leche. Dan heb ik... Dat, ik zeg altijd, dan heb ik. Ik heb zeep, ik heb kaarsen en ik ga beginnen met de zeep. Eentje staat al in mijn keuken. Die zal ik even in mijn vlog laten zien. Geweldig. Ik heb gelzeep en schuimzeep. En als je handen wast, ruikt het gewoon alsof je handen wast met een kaars. Het is niet normaal geweldige ervaring. De horen komen steeds goed voor de buikspieren. Cucumber melon. Het is zo grappig, jongens. Deze ga ik even cadeau doen aan een man. Mahogany teakwood. En dit is een gel. Die andere waren schuim. Ik hou van schuim. Dit is ook schuim. Huh, ik had toch ook cucumber melon? Nog een cucumber melon, maar ze zijn verschillend. Schuimzeepjes, maar verschillende verpakking. Deze vind ik er zo leuk uitzien. Dit is de Love Ya Latte with Espresso. Watermelon lemonade. Dit is misschien wel een van mijn favorieten, denk ik. Nou, ik hou heel erg van die chai geurtjes en van zoete geurtjes. Warm vanilla sugar. Heel mooi deze. Sunshine and lemons. Rose water and ivy. Die is heel mooi, vind ik. Heel chic qua verpakking ook. White coconut caramel. Coconut. Deze. Nou, zoals je wel begrijpt, geweldig. Dan heb ik ook nog een setje van 5 handgels. Ze hadden op dat moment niet echt boeiende handgels. Alleen deze verpakking, niet die rondjes. Dit is de Vanilla Coconut. Daarvan zou ik er sowieso ook wel even eentje weggeven straks. Dat is deze. I don't know if you can see it. Ik heb al 1 kaars gebrand, een grote 3 wick candle. En ik heb hierboven 2 kleintjes staan. Die laat ik nog in mijn vlog zien. De rest ga ik allemaal nu laten zien. Ik begin even met de 1 wick candles. Met 1 lont dus. Dit is de White Tea and Cotton. Deze ruikt gewoon heel erg citroenerig en schoon eigenlijk. Ik doe even 2 tegelijk. Ik heb de Cinnamon Caramel Swirl en een aromatherapie. Vanilla en patchouli. Oh, heel heftig. Hele romige caramel. Heel subtiel. Echt zo'n massagesalon geurtje. Dan de Lavender Vanilla. Oh nee, die stond dus daar niet meer. En de Peppermint Marshmallow. Lavender vanilla vind ik heel lekker. Dus ja, lavendel, maar dan wat zoeter door de vanille. En deze had ik volgens mij vorig jaar ook gekocht. Toen heette die alleen anders. Ja, dit is gewoon echt een beetje candy cane. Gewoon niet een zoete, maar een romige mintgeur eigenlijk. Weet je, door die marshmallow. Romig, precies wat er staat. Peppermint marshmallow. Allebei heel erg lekker. En dan de laatste... Van de One Wicks. Dit is ook een aromatherapie. Maar dan is het roze vanille. Ja, heel lekker. Wat ik gewoon chill vind, is vaak als je een roze kaars koopt, dan is het echt roze roze. En hier doen ze er dus vanille bij, waardoor het veel zachter wordt en romiger. Net als bij die marshmallow. Echt heel erg lekker. Het is zo lastig om te zien of het scherp wordt. Dan gaan we nu over naar de grote kaarsen. Dit is de Champagne Apple and Honey. Zo mooi. Heel lekker. Hij ruikt gewoon naar wat er staat. Echt prachtige kaars. Niet normaal, die verpakking. Zo mooi. Wauw. Echt beautiful. Zo prachtig. Geweldig als cadeau. Dat is het jammer hiervan. Ik wil alles zo graag zelf houden. Maar ik wil het ook cadeau doen, maar ik wil het ook zelf houden. Life Supply and Candles. De Cozy Cashmere. Zulke bijzondere geuren. Heb ik er nog eentje met zo'n hele mooie... Deze zijn niet normaal zo mooi. Lavender vanilla. Oh yes, nog één. Hetzelfde geur dus. Heel mooi. Niet normaal. Echt een van de mooiste. Echt zo prachtig. Zo zien ze er trouwens uit. Heel erg mooi. Champagne toast. Daar hadden we volgens mij al een zeep van. Lekker. Ik wist niet wat ik van champagne moest verwachten. Maar het is heel zoet. Deze vind ik echt heel lekker. En ook weer super mooi op een andere manier. Veel simpeler. Ik ben benieuwd of er ook kaarsen tussen gaan zitten die ik echt niet lekker vind. Tot nu toe vind ik die ene die ik dus dubbel heb. Als enige niet echt lekker. Een zwarte deksel. Dit is een aromatherapie Comfort Vanilla Patchouli. Echt gewoon, ja, aromatherapie. Het
Het is gewoon geschikt voor bepaalde momenten. Weet je, niet elke kaars is maar om zomaar 's avonds met een avondje tv te branden. Ik wil zeggen draaien, te branden. Het is echt voor bepaalde momenten. Deze is ook mooi, zeg. Raspberry Mimosa. Super toffe kleur. Wow, deze is heftig. Wat is Mimosa? Dit ruikt naar citrus en framboos. Ook heel bijzonder en heel lekker. En iedere kaars is op zijn eigen manier zo prachtig. Pumpkin pecan. Ik ruik hem nu al, waffles. Deze gaat heel heftig worden. Die ruikt echt net een beetje als die caramel die ik net had. Het is zo heftig als je het zo ruikt. Maar als je het brandt. Ja, heel vaak mannen houden niet echt van dit soort geuren. Maar heerlijk voor deze tijd van het jaar. Heel mooi. Dat is de zeep. Rose water en ivy. Deze is wel echt heel roze qua kleur. Super mooi. Oh, deze vind ik niet lekker. Jawel. Echt roze zonder dat het vervormd wordt door iets zoets. Echt een roze kaars. Dit vindt mijn moeder heel lekker. Prachtig allemaal. Dat is zo geweldig. Het ruikt zo lekker, maar het ziet er zo mooi uit. Cucumber melon. Vind ik ook weer zo niet een hele mooie, chique verpakking of zo. Maar hoe ruikt die? Oh. Dit vind ik heel lekker. Ja, echt komkommermeloen. Dit vind ik heel chill. Hij is ook groen. Niet heel mooi. Wel veel leuker voor bijvoorbeeld in de zomer. Maar hij ruikt super lekker fris en licht zoet. Echt heel lekker. Deze is mooi. Winter heet deze. Tof. Geen idee hoe die ruikt. Ik ben heel benieuwd. Hij is blauw van binnen. Wow. Hier had ik er meer van moeten hebben. Dit soort geuren. Dit is dus winter. Ik heb tot nu toe een beetje zomerse geurtjes, wc-achtige geurtjes, herfst. Maar dit is wintergeur. Kruidig en dennen en dit is goddelijk. Deze ga ik als eerste branden. Wow. Dit vind ik lekker. Oh, deze had ik toen in New York geroken. Die vond ik heel lekker. Black Cherry Merlot. Oeh, heel lekker. Echt kersensnoep. Kersenballen. Kersenstok op de kermis. Heel lekker. Super mooie, chique verpakking ook. Oeh, hier ben ik heel benieuwd naar. Hot cocoa en Scream. Lekker. Dit vinden heel veel mensen denk ik niet lekker. Dit ruikt echt naar warme chocolademelk of zo. Hoe het ook heet. Dit vind ik super lekker. Echt zo'n chemische geur. Zo lekker. Nou ja, chemisch, hoe noem je het? Geen natuurlijk. Ja, wel als je chocomel maakt. Paris Café. Ik ben zo benieuwd waar dit naar ruikt. Dit vind ik echt zo'n Queen of Jetlags kaars. Dit ruikt naar koffie. Dit is fantastisch. Wat is het moeilijk, jongens. Ik dacht, er zijn vast wel kaarsen die ik echt niet lekker vind. Maar dit is echt allemaal zo uniek. Dit ruikt naar koffie. Dit is zalig. Ik kan niet wachten om deze ook te gaan branden. Wow, zo'n geur heb ik ook gewoon nog nooit geroken in een kaars. En nu de laatste. Oh, die is echt heel mooi. Pumpkin cupcake. Ziet er super vrolijk, girly en heel chic uit. Maar hoe ruikt die? Hij is roze. Heel lekker. Ja. Weet je, dit soort herfstige geuren kun je in Nederland ook echt wel vinden bij goedkope kaarsen. Zo'n kaars van de Lidl die ik laatst kocht ruikt ook echt wel herfstig. Maar toch ruikt dit veel specialer. Ja, dit is echt chai tea, maar dan minder heftig. Ik weet niet, hij ruikt gewoon echt heel lekker. Doordat ze het dus mixen met vanille, marshmallow of cupcake, maakt het allemaal zoveel romiger en warmer en het is gewoon goddelijk. Dit was dan de laatste, jongens. Kan je je voorstellen dat ik dit dus even in mijn vlog had gefilmd? Dan had ik er zoveel minder tijd voor kunnen nemen. En ik vind het zo leuk om dit te laten zien. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Alles kwam dus in zo'n doos. Ik heb ze ook allemaal bewaard, want ja, als ik er één cadeau wil doen, kan ik het hier weer in doen. En dit was het gewoon. Oké, als je leuk vond, even je duimpje omhoog. En als je mee wil doen met de winactie natuurlijk ook. Ik ga nu kijken wat je kunt winnen. Ik ga gewoon 4 dingen weggeven. En je mag aangeven wat je wil winnen. Laat sowieso even weten wat je van de video vond. Dat vind ik leuk. Maar wil je meedoen met de winactie? Puur abonneren, duimpje omhoog op de video. En laat weten wat je wil winnen. Ik ga zo laten zien waar jij het kan kiezen. En hoe je kan contacten als je hebt gewonnen. Dus ik stuur jou dan privé een berichtje. Wanneer? Geen idee. Waarschijnlijk na ongeveer 2 weken nadat ik deze video heb geplaatst. Je kunt de Spring Breeze deodorant winnen. Dus wil je die winnen, moet je dat even aangeven. Je kunt de EOS lippenbalsem die al open is. Maar ik heb hem niet gebruikt natuurlijk. Samen met een handgel winnen. En je kunt de White Tea and Cotton kaars winnen. Dus als je die wil winnen, moet je dat even aangeven. De rest, daar wil ik mezelf blijven meemaken. En ook vriendinnen. Ik heb al mensen in mijn hoofd aan wie ik wat wil geven. Dus ik hou het hierbij. Maar ik hoop dat jullie dat wel leuk vinden. Dat ik in ieder geval iets ook aan een van jullie of 3 van jullie weggeef. Doe dus even zeker je duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet me niet te volgen op Instagram als je vaker dingen van me wil zien.
En dan zie ik je bij een volgende vlog of Instagram. Doei!